Ik ga een mini woonboot bouwen. Samen met de girlfriend Anne. Let's go! Na ducttape-boten, een badkuipboot en ook een echte boot, stond dit nog hoog op mijn lijstje om te maken. Ho. Een tiny house, boot. Wat heb ik toch met boten, joh? Ja, allereerst maken we dus een vlot met... deze 6 blauwe tonnen! Oh yes! Hier blijven we wat drijven. Hier maken ze toch altijd vlotjes mee met van die illegale drugsafvaltonnen? Ja, en daarna dus een tiny house erop. Een motortje erachter. En ja. Tijd voor weer een nieuw projectje. Weet je hoe die werkt? Nee. Netjes. Kan ik wel? Zo. Oh, dit wordt toch nog een aardig ding. Wauw, dat schroef in elkaar schroeven. Ja, dit wordt niet super tiny. Maar ik dacht, een fatsoenlijk vlot kunnen we nog altijd goed gebruiken, toch? Voor een drijvende glijbaan, drijvende caravan, I don't know. Het vlot, Freepie, is degelijk en is gewoon af, joh. Hier en daar stoelhoekjes geplaatst voor extra stevigheid. En dan komt nu het belangrijkste gedeelte van de hele constructie van dit hele ding. De tonnen aan het frame maken. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen, Anne? Geen idee. Neem een spanbanden. ...24 gaatjes boren. Daar waren ze. Oh shit. Nice. Vlotje bijna af, hoor. Ja, ja. Alleen, we hebben één klein probleempje. Sommige tonnen zitten te hoog geklemd. En er moet namelijk nog een vloertje op. Ja, hoe ga je dat fixen, Ties? Nou, ik had wel een ideetje. Natuurlijk, joh. We moesten allereerst de te hoge tonnetjes er weer even vanaf. Zodat ik eerst de vloer erop kon gaan maken van deze spaanplaten. En toen kon het vloertje... het vlotje op. Daarna de tonnetjes weer vast, spanbanden. En ook nog eventjes die handvaten ervan af. En klaar is Kees. Oké. Mooi, joh. Wow, wat een ding, ja. Oké, ik kom het zien. Degelijk. Tats. Oh, wat een vlotje. Oh, een goede basis voor ons woonbootje, niet? Straks liggen we hier zo. Bedje, balkonnetje daar, motortje. Mooi tiny house. Kan ik hier ook op staan? Jazeker. Degelijk, nice. Joh. Even serieus, volgens mij gaat dit ding drijven als een blok. Dat denk ik ook. Ga je mee overnachten? Nou, dan mag je zo een huis op. Ja, ja. Tijdens de benuttiging van een heerlijk bakkie... ging ik het eens fatsoenlijk uittekenen. De muurframes van het tiny house. Dat leek mij wel even handig. Dan weten we precies welke houtjes we moeten zagen. Hey, slim. En toen kwam er ineens een cadeautje voor het fruiken binnen. Dankjewel. Fijne dag. Hoi, Tallen. Oh my god. Een roze akkerboor. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Oh, nu gaan we wel matchen, hoor. Ik in het blauw. En Miss Pink in het roze. In het roze. Oh, cute dit. Dit is wel leuk, hè? Eigen akkerboor. Eindelijk. Gaan we een tiny house bouwen? Ja. Go. Woe. Woe. Hij werkt. Nice. Pas per pies per sas. Hey. Dat is één. Hey. Tiny house. Oh yes. Nou, jij kan er gewoon in staan, joh. Ja, ik pas precies, hè. Niet nodig. En dan komt hier dadelijk in deze opening de glazen schuifdeur.
Ja, want dat zie je toch altijd in tiny houses? Of überhaupt in huizen? Glazen schuifdeuren voor. Genoeg natuurlijk daglicht. En dat is 2. Nice. Achterkantje, voorkantje. Lekker, bro. Deze is echt lekker. Tussen het huisje bouwen door eventjes een heerlijke pokeball bouwen. Dankjewel, Rand. Gaan we gauw door. En dat is wandje nummer 3. Hier zo weer 2 mooie raampjes. Genoeg raampjes in het ding. En dat zijn al alle 4 de stukken. Zullen we het eens even in elkaar zetten? Ja. Oh. Ja, schroef me erin. En de laatste. Oh. Oh my god. Nu is het echt wat, hè? Holy shit. We hebben de tiny house. Ja, in ieder geval het vreemde van. Sick, joh. Touch. Oké, 1, 2, 3. Daar gaat hij dan. Oh. Nice. Hoi, joh. Oh, wat een ding, joh. Ik zie je wel varen, hoor. Kijk eens van de ruimte, joh. Ik zie hem hier wel liggen. Ja? Kom je er lekker bij liggen? Ja. Ai, 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 ai. Heel nice. Ja, dat wordt zeker nice. Ik werk voor dit Tiny Houseboat project samen met Modern Homes. Kijk, die maken echte tiny houses, maar dus ook chalets, vakantiewoningen, zorgwoningen, noodwoningen, bungalows en smart homes. Net zoals hoe ik dat nu eigenlijk aan het doen ben, maar dan, ja, hoe het echt moet. En zij hebben nu voor een beperkte tijd een mooie actie lopen, waarbij de eerste 35 kopers van een woning bij Modern Homes een gratis meubelpakket erbij krijgen om de hele woning mee te meubileren. Lijkt jou dat wat, dan zou ik zeggen mis het niet en ga gauw naar de link in de beschrijving. En het eerste muurtje is dicht. Tiet voor de veurgevel. En dan zijn we bij de nok uitgekomen. Dit wordt leuk. De eerste plank is even goed afgetekend. En toen pakte ik de rest ook maar even gelijk mee, zodat we alles in één keer kunnen. Oké, als eerste deze. Dat is 1. En nummertje 2. Oh. Oh, satisfying. En de ene laatste. En de laatste. Mini cute stukje. Looking heel good. Echt een tiny house. Drijvend tiny house, hè? Mooie raapjes, hoor. Vind je hem al mooi worden, Tuuske? Ja. Het wordt nu echt een huisje, hè? Ja, besef dat dit ding straks gewoon vaart. Ja, dat is helemaal ziek. Raampjes sta ik erin. Dit is eerlijk gezegd echt een droom van ieder kind, toch? Zo'n huisje. Ja. Nou, nog één muurtje, jongens. Oh. Echt een huisje zo, hè? En dan zitten we hier zo straks, hè? Dobberend over het water. Kun ik hier mooi naar de sunset kijken. Ja, fijn hulke. Mis alleen nog wat, hè? Ja, zo kunnen we mooi sterren kijken met de overnachting. Als het weer tenminste een beetje mee zit. Nee, het dak moet natuurlijk gauw dicht. En met de 2 dakdelen klaar is het tijd voor de shingles. Ja, dat is blijkbaar zoiets. Een soort dakleer, dakpannen. Leek mij wel gaaf. Zo, en dat was het weer. Een heel fijn shingledakje. Moet je eens kijken, joh. Dit gaat het vocht goed buiten houden. Oh, het wordt wel een zwaar dakje. Wow, joh, het lukt. Ja. Holy shit. Wow, joh.
Kijk eens even, joh. Oh. Dit is echt goed. Maar we hebben wel één klein probleempje, ben ik bang. Ja, dit is heel mooi, zo'n dakkie. Maar het is ook een zwaar dakkie. En ik ben bang dat ons drijvende tiny house een beetje topzwaar aan het worden is. En dat is het probleempje als je iets varends aan het bouwen bent. Op deze manier krijgen we een aardig wankelend vlot. Sterker nog, misschien kan hij wel omkiepen als ik erin ga. I don't know hoe stabiel dat vlotje is. Dus ja, dat is nog wel even een dingetje. Nou ja, tijd voor het volgende dakdeel. Dat is twee. Oh. En toen maakte ik nog wat mooie daklijsten er tegenaan. Oh yes, mooi nokkie. En als het goed is, hebben we nu een mooi droog huske. Komen de raapjes. En die zit. En het regent. Oh, lekker. Oh shit. Oh, ik zit hier binnen, gewoon mooi droog hoor. De shingles doen hun werk. Daar ligt het vlot trouwens veilig en droog onder het zeil. Alle raapjes zitten erin hoor. Hartstikke goed. Ja, alleen de voordeur nog niet. De schuifdeur moet dat worden. Ah, dit is wel punt gaaf hoor. Oh, mooi dakje hoor. Ja. Lijkt net echt zo. Net echt. Net een echt tuinhuis. Kan kijken, ramen erin. Oh, er zit echt glas in. Ja. Dat is echt mooi, Thies. Dat zie je haast niet dat er glas in zit. Bijna naar het water. Oh shit. Kijk eens wat we hier hebben. Hupsakee. De 5 pk Selva is terug van weg geweest. Ongeveer een jaar geleden ging het grandioos mis tijdens een ander illegaal bootproject van mij, de badkuiboot. Oh my god, oh my god, kijk uit! She's back. Martijn de botendokter heeft er mooi gefixt. Het blokje was compleet ondergelopen met water. En dit bakbeest kan nu mooi onze woonboot weer gaan voortstuwen. Besef hoeveel illegale projectjes dit ding heeft meegemaakt. Het apparaat heeft niet achter één, maar twee ducttape-boten gehangen. En dus ook de badkuiboot. En nu dit gevaarte, arme Selva. Nou, dan moet deze. Hier zo. Oh my god. Dit zou moeten gaan werken. Dit is echt weer veel te. Dit is meer dan genoeg vermogen voor dit ding. Nou, hoe gaan we hem eraan hangen? Moet wel een beetje degelijk. Een half uurtje klooien aan het vlot verder. Ja, dat is degelijk zat, denk ik. Tot. Looking good, man. Dan gaan we eens kijken of dit werkt. Oh my god. Holy shit. Dit gaat werken, gek. Fijn bootje. Oh. Besef, als we niet eens dat huis erop zouden zetten, heb je volgens mij een behoorlijk rap vlot, hoor. Nou, jing jing. Gas erop, joh. Het is tijd voor kikkers. Hoor je ziks? Kunnen we straks bij het water de woonboot goed aan de kant vastmaken. Lucas, ik heb speciaal voor dit woonbootproject en toekomstige illegale bootbouwprojectjes iets aangeschaft. Een Amerikaanse boottrailer. Oftewel een balkentrailer. Dit is ideaal voor al die projectjes. Fijn ding, hè? Moet alleen nog eventjes een beetje gecustomized worden. Zo, een paar balkjes hier erop gemaakt. Dan past het vlot tenminste erop. Dan kunnen we eindelijk de boel gaan inladen. En daarvoor heb ik hulptroepen ingeschakeld. Mannen! Hey, wat is dit? We zijn de hulptroepen. Broeders, vaders. Ja, daar zijn we. Hulp die we hard nodig hebben vandaag, want dit moet naar het water.
Oh jee. Weer een nieuw project hier. Ja, dat wordt nog wel even een dingetje. Zo. Jullie vragen je waarschijnlijk al een hele tijd af. Ties, hoe krijg je dit ooit bij het water? Nou, het tiny house is als een soort bouwpakket uit elkaar te halen. Ja, daar is over nagedacht. Nou, ideaal joh, zo'n bouwpakket. Maar nu is eerst, dat is vlot aan de beurt. Oh jee. Dit wordt wat. Wow. Moet het gaan lukken? Rupske! Hulling op! We zijn er bijna. Hoppa! Easy! Nou, we zijn in de buurt! Ja. Nou! Hey! Oh, oh. Dat is één! Moeten jullie eens kijken wat ik gemaakt heb? Een lier aanhaakpunt. Dit is echt ideaal straks met hem uit het water halen. Hey, dag, we gaan je weer naar de boot naar het water brengen. Ik kan een dag later terug moeten komen van vakantie. Oké, kleine change of plans. We hebben de boel weer afgeladen, het vlot niet. We gaan het tiny house op de trailer al in elkaar zetten. Oké, dit wordt hoog. Yo. Oh my god, mens. Wat een kasteel, joh. En dan komt de volgende. Oh my god, mensen. Wat een ding. What the fuck. Maar hoe krijgen we het dak nu erop, eigenlijk? En het is hem. In één stuk. Wat? Holy shit. Oh, wat een aanzicht. Hier kunnen we al in wonen, toch? Ja, zeker. Ja, woonboot. Hier op het water. Oh, en jij gaat over de inrichtingen, mevrouw? Ja, dat gaat straks nog. Nou, last but not least. Zal ik... Zo. Hoppakee. Ooit op een dag stond er een idee op een blaadje. Ja, allereerst maken we dus een vlot. En weken bouwen later. Ho, ho. Kan die naar het water? Oh shit. En het gevaten hangt achter de bus. Yes. Oh my god. Wat een aanzicht en wat een bakbeest, joh. Ja, echt niet normaal. We hebben wel daagjes werk aan dit ding gehad. En hij is ook nog niet helemaal af. Er moet nog een schuifdeur in, inrichting en zo. En we gaan er natuurlijk nog op overnachten. Maar laten we eerst naar het water toe gaan rijden. Yay! Als dat maar goed gaat. Blijf je zitten of? Nee. Abonneer zeker en mis het niet. Bedankt voor het kijken.